Dag kijkers, van harte welkom op TV 48. Ik ben Sherida Ramkelawan met het nieuws van zondag 26 mei 2024 voor iedere Surinamer en vrienden van Suriname. 63-jarige vrouw in Suriname in slaap overvallen en gekneveld achtergelaten. In de nacht van donderdag op vrijdag is een 63-jarige vrouw in haar woning aan de Johan Adolf Pengelstraat in Suriname overvallen door 4 criminelen. Dit gebeurde rond 5 uur 's ochtends. De overvallers waren gekleed in het zwart en droegen maskers. Twee van hen hadden een vuistvuurwapen, één had een koevoet en de vierde een stuk hout bij zich. Ze klommen via het hekwerk naar boven en kwamen de woning binnen via het balkon op de bovenverdieping, waarna ze de voordeur forceerden. De vrouw, die op dat moment sliep, werd direct onder schot gehouden. Ze werd met plakband gekneveld en achtergelaten terwijl de daders de woning doorzochten. Ze namen meer dan 30.000 Surinaamse dollars en een onbekend bedrag in euro's en Amerikaanse dollars mee, welke in de klerenkast van het slachtoffer waren bewaard. Na hun vertrek wist de vrouw zich met veel moeite te bevrijden. Ze was tijdens de overval op haar rug geslagen en is voor medische behandeling verwezen. De politie onderzoekt de zaak. Meer nieuws. Minister Amafo, deze is voor u, rovers losse schoten bij overval op winkel. Twee criminelen hebben vrijdagavond een winkel aan de Sophia's Lustweg in Suriname overvallen, waarbij schoten zijn gelost. De 44-jarige winkelier LJ was achter de kassa toen de verdachten zijn zaak binnenstormden. Een van de daders hield het slachtoffer direct onder schot. Ondanks dat er een wapen op hem gericht was, raakte de winkelier in een worsteling met de rover. Hierbij werden twee schoten gelost met het vuistvuurwapen. Vervolgens hebben de rovers de winkelier in elkaar getrapt. De mannen namen daarna 10.000 Surinaamse dollars, SRD, mobiele telefoons en andere goederen mee. De politie onderzoekt de zaak. Zero tolerance? Zo makkelijk komt u niet van hen af. Nonsens en propaganda, president weerlegt beschuldiging van NDP'er Bouva over verjaardagsuitgaven. President Santokki heeft vandaag fel gereageerd op beschuldigingen van NDP-parlementariër Melvin Bouva. Bouva beweerde deze week in de Nationale Assemblée van Suriname, DNA, dat er 3,3 miljoen SRD was uitgegeven aan een dankdienst op het presidentieel paleis voor de viering van Santokki's 65ste verjaardag. Santokki noemde deze beschuldigingen rotzooi en een politieke show. Hij verklaarde dat zijn verjaardag thuis in Lelydorp werd gevierd, met ongeveer 10.000 gasten, en dat alle kosten uit privémiddelen en door ondersteuners werden betaald. Als president nodigde Santokki kinderhuizen, bejaardentehuizen, diplomaten en personeel uit voor een programma op zijn kantoor. De totale kosten hiervoor bedroegen volgens hem 1,3 miljoen SRD, verdeeld over twee raadsvoorstellen van 582.000 SRD en 551.000 SRD. Dit bedrag is normaal voor officiële gelegenheden, benadrukte hij. Santokki beschuldigde Bouva ervan een politieke show op te voeren met deze aantijgingen en suggereerde dat de informatie bewust kwaadaardig werd gepresenteerd. Hij voegde eraan toe dat Bouva geen officieel raadsvoorstel had gepresenteerd omdat er geen goedgekeurd voorstel was. Eventuele aantekeningen die de geldigheid van het voorstel in twijfel trokken, waren volgens Santokki bewust verwijderd. Hij wist niet of Bouva dit met opzet deed of misleid was door anderen. Brand verwoest twee woningen in Menkendam. Op dit moment woeden er branden in twee woningen in Menkendam. Het Korps Brandweer Suriname is met een groot aantal brandweerlieden en materiaal ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brand brak uit rond 22 uur, maar verdere details ontbreken nog. Naast de brandweer zijn verschillende politieeenheden ook ter plaatse om de orde te handhaven. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. EZ bereikt overeenstemming met bandenimporteurs. Het ministerie van Economische Zaken heeft overeenstemming bereikt met bandenimporteurs na gesprekken over sectorregulering. De Economische Controledienst zal de controle voortzetten en importeurs moeten alle relevante documenten bij controle tonen. Er zijn ook afspraken gemaakt over prijzen voor tweedehands autobanden, die gecontroleerd zullen worden door het ministerie.
Elke autobandenzaak moet een zichtbare prijslijst hebben voor consumenten. Afgelopen weekend zijn twee EBS-palen zwaar gewond geraakt. Één op de Zwartenhovenbrugstraat en één aan de Schietbaanweg. Beide palen konden de auto's niet ontwijken. EBS-ambulante medewerkers moesten uit hun warme bedje komen om technische assistentie te verlenen. In beide gevallen betrof het bezopen bestuurders. De bestuurder die tegen de mast aan de Zwartenhovenbrugstraat knalde, was een BBS'er die symptomen van dronkenschap vertoonde. Hij verklaarde in slaap te zijn gevallen en verloor daardoor de controle over het stuur. De andere bestuurder, die op de Schietbaanweg een EBS-mast ramde, had ook te diep in het glaasje gekeken. Er deden zich gelukkig geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg meldingen van beide voorvallen en ging ter plaatse voor onderzoek. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en werden door een sleepdienst afgevoerd. De BBS'er werd door de politie naar het bureau overgebracht. Het is schandalig hoe deze gevaarlijke gekken niet alleen zichzelf, maar ook anderen in gevaar brengen. Wij hopen dat hun rijbewijzen per direct worden ingenomen en wensen de palen veel sterkte met hun herstel. Het team van de EBS wordt hartelijk bedankt voor hun directe hulpverlening. Opkomend voorval, auto's die spontaan in brand vliegen. Onbekwame monteurs? Het fenomeen van auto's die tijdens het rijden plotseling in brand vliegen, is een opkomend voorval dat steeds vaker voorkomt. Zaterdagmiddag moest de Surinaamse brandweer in actie komen nadat er brand ontstond in de motorruimte van een auto. Volgens Waterkant.net was de bestuurder net bij de monteur geweest om zijn airconditioning te laten repareren. Hij reed over de Wiggerstraat in Suriname toen er rook uit de motorruimte kwam. De man zette het voertuig aan de kant en schakelde de brandweer in, die snel ter plaatse was. Dankzij het snelle optreden van de brandweer kon erger worden voorkomen en werd de brand snel onder controle gebracht. De auto werd uiteindelijk afgevoerd door een sleepdienst. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek om de oorzaak van de brand te achterhalen. Twee kleine dealertjes opgepakt in Paramaribo. Op vrijdag 24 mei zijn tijdens operatie Zero Tolerance twee drugsverdachten, E en B, op verschillende locaties in Paramaribo gearresteerd. E werd in de Herman Steinbergstraat aangehouden met ongeveer 50 cocaïnepitjes en verpakkingsmateriaal. B werd op de Van Drimmelenlaan gearresteerd met meer dan 100 gram hash, 20 gram skunk en 30 gram marihuana. Beide verdachten zijn overgedragen aan de politie voor verder onderzoek en in verzekering gesteld na afstemming met het Openbaar Ministerie. Verontrustend nieuws. Geen internet op Tibiti door hevige wind. De 140 meter hoge communicatiemast van Telesur in het Tibiti-gebied van het district Para is vrijdagavond omgevallen, waardoor ruim 100 mensen in het gebied, waaronder Witagon in Koppename, verstoken zijn van internetverbinding. Technisch directeur Dorik Ramlakhan van het telecommunicatiebedrijf verklaarde dat een boom door de hevige wind op de tuidraad is gevallen die de mast in balans houdt. Hij verzekerde dat medewerkers al onderweg zijn naar het gebied en dat binnen een week de internetverbinding hersteld zal zijn. Tot slot de weersberichten. Vandaag in Paramaribo wordt het geleidelijk bewolkter met afnemende kans op neerslag, maar vanochtend is er nog kans op onweer en vanmiddag kan er regen vallen. De temperatuur stijgt tot 31 graden Celsius en de wind is zwak, kracht 2. Vannacht blijft het regenachtig met een temperatuur van ongeveer 24 graden Celsius. Dit was het voor nu. Wij zijn later terug met het uitgebreide radiojournaal. Ik ben Naomi Wijngaarden voor TV 48. Like, abonneer en deel ons nieuwskanaal met friends en family. Fijne zondag en tot vanavond. Tangboom.